Marian Nieuwdorp en ik woon in het Rijk van Nijmegen. Ik ben onderwijzeres geweest, maar ik heb een nieuwe invulling voor mijn leven gevonden. Ik maak keramiek en aan keramiek hang ik heel mijn leven eigenlijk op. Keramiek is centraal in mijn leven. Het is de manier om me uit te drukken en om lekker mee bezig te zijn met mensen. En keramiek, dat is werken met klei? Keramiek is alles maken met klei, van alles maken met klei, uit klei. Het liefste druk ik mijn gevoel uit met behulp van die klei. Ik zou verwachten dat hier in huis een hoop rommel ligt, maar ik zie niks. Ik zie alleen maar mooie keramiek. Heb je die rommel verstopt? Ja, die heb ik zeker verstopt. Nou ja, verstopt. Het zit in mijn werkplaatsjes. Oh, je hebt hier een werkplaats in huis? Ja, ik heb twee kleine werkplaatsjes. Mogen we daar kijken? Ja, dat is prima. Hier is dan de rotzooi, of de spullen zijn hier. Staat mijn oven? Oh ja. Ja, hier is de oven en daar staan allemaal dingen die af zijn of half af zijn. En hier staan mijn pigmenten en glazuren. Klei. Daaronder ligt klei. En daaronder ligt klei. Ja. Ik zal even het grote licht aandoen. Een geweldige plek, vind je? Ja. Helemaal geweldig. Ja, ik ben heel gelukkig met dit. Maar ik had verwacht dat er een hoop klei. Ja, klei associeer ik met viezigheid. Dat ziet er hier ook mooi en schoon uit. Ja, nog wel, hè? Nee, ik ruim altijd op. Ik ga altijd opruimen, tuurlijk. Maar het hoeft niet smerig te zijn als je het een beetje bijhoudt, toch? Ja. Zoveel werk is het niet. En wat heb je vooral nodig om te kleien? Ik denk klei. Nou, vooral klei en je handen en een idee. Of soms niet eens een idee, gewoon maar lekker beginnen. En dat doe ik het liefste. Gewoon maar lekker beginnen en zien wat er gebeurt onder je handen. En vaak komen daar dan de mooiste dingen uit. Omdat je niet een plan hebt waarvan je zegt van dan moet het worden. Doe ik ook wel hoor. Maar het spontaan laten ontstaan van keramiek is verrukkelijk. Dat is vogelvrouw. En dat betekent? Ja, dat is mijn essentie. Wat is een vogelvrouw? Ja. Een vrouw is een vogel? Een vrouw die de kwaliteiten van de vogel, van adelaar om precies te zijn. Roofvogel? Ja, maar niet in de zin van roof, maar meer van vogel. Genieten van wat er te zien is. Dit is een Keltische munt, die heb ik vergroot en gemaakt. Maar dat is de strijdster. De strijdster. Ja. Dit is een gezamenlijke actie. Eigenlijk is het een snakebuckle. Dat is gemaakt. Een snakebuckle? Snakebuckle, ja. Dat is een versiering die de Indianen in Noordwest-Amerika maakten voor hun paarden. Aan de halsters van de paarden hadden ze dan een schelp waarin ze dit patroon krasten. En ik vind dat dan heel mooi. Ik pak dat dan en dan maak ik het in klei. Ik vergroot het. Ik heb daar tekeningen van. En als je goed kijkt, zie je een ratelsnaar. Hier is de ratel. En hier heb je de slang. Het lijkt wel of je een tomaat tegen de muur hebt gekletst. Ja, dat lijkt er wel op, hè. Maar toen ik uit Hengelo vertrok, toen heb ik van twee van mijn cursisten heb ik een workshop cadeau gekregen. Mm-hmm. En dat was intuïtief schilderen. En het leuke was, wij begonnen dus daar te schilderen. Ieder aan zijn eigen doek. En van Lieverlee gingen we dan uitwisselen. Dus ik heb met Ans en Ferry heb ik samen dit doek gemaakt. En het leuke was dat je zelf het nawoord had, zou ik maar zeggen. Dus je mocht alles weer wegpoetsen als je het niet leuk vond. Maar dit vind ik echt een heel, heel fijn doek. Maar dit zijn twee kinderen van mij. Je hebt twee kinderen? Ja, dit is een lichtkind en dit is een lichtkind en dit is een schaduwkind. Maar vertel eens, je hebt zelf kinderen? Ja, ik heb één zoon. Maar dat is niet jouw zoon? Nee, dat zijn mijn innerlijke kinderen. Oh, je innerlijke kinderen. Ja, heb je de achterkant ook gezien? Kijk, wat mooi. Ja. Goed, hè? Dat is een maangezicht. Zie je, hier is dus de keramiek niet zo donker geworden. Zie je? Hier is het nog niet geglazuurd. En daarom kan dat roet erin. En dat is raki. Raku. Met een U. R-A-K-U. Ja, ik zeg raku. Mensen zeggen het allemaal op hun eigen manier. Het is in ieder geval een mooi woord voor scrabbelen.
Ja, ja. Ik heb wel eens iemand gehad die zei raki raki. Geweldig, toch? Deze vind ik ook leuk als je die filmt. Ja? Dit is een schilderij, dat heb ik gemaakt in Dukenburg ook. En dat is Universaat heet het. Dus in het universum heb je in het groot, maar ook in het klein. Alles wat je nodig hebt in een zaad is al aanwezig. De bloem, de bladeren en de energie om het te doen. En hier hangt de keramische uitwerking van mijn universaat. Dat heb ik op het centrum gedaan. Deze vind ik wel heel leuk als je die opneemt. Dat is dus raku, dit. Dit is raku en dit had ik van zwarte klei gemaakt en dat tingelt zo leuk. Leg eens uit, wat is raku? Ja, raku, dat is een Japanse stooktechniek. En dan, ja, dan haal je dus de voorwerpen uit de hete oven. Het is dus nog heel heet en met tangen. Oh, het is ook keramiek? Ja, het is ook keramiek. Een vorm van keramiek? Ja. Alles wat ik maak is keramiek zo'n beetje. Maar raku is dan? Japans. Het is een Japanse stooktechniek. Waarbij je dus de oven openmaakt als het nog heet is. En dan haal je die met tangen eruit. Oh, de klei haal je met tangen eruit? De voorwerpen komen uit de oven. En die gaan dus in de koude lucht. En door die overgang van temperatuur gaat het glazuur barsten. Oh, dat is het. En dat is wat je dus hier ziet. Gebarsten glazuur. Ja, en de specialiteit ervan is dus dat je die voorwerpen gaan in vaten met houtsnippers. En dat gaat dus roken en dat wordt afgedekt. En doordat het afgedekt wordt, gaat de roet in de scherf zitten. Om het dan in vaktermen te zeggen. En dan krijg je dus dat het zo mooi zwart wordt hier. Oh, okay. Zie je, dat kan in allerlei toonaarden kan dat gebeuren. Mooi. Soms dan valt het licht uit, maar als je geluk hebt, dan krijg je zo'n mooie barsjes, hè. Ja, dat is heerlijk om te doen, want als dat uit de oven kan, is ook spannend, want het kan ook kapot door de overgang. En ja, het leuke is dan dat je in één dag ziet wat je gemaakt hebt. Je maakt het wel van tevoren van biscuit, het voorwerp is biscuit gestookt, maar dan als je het eruit haalt, ja, uit de oven zomaar heet en dan zie je het onder het roet vandaan komen. Dat is echt, ja, dat is heerlijk. En dat doe je in Nijmegen? Dat doe ik in Nijmegen op het hobbycentrum, ja. Ja, oh, dan kan ja. Ik daar ook eens kijken als dat mag. Ja, dat is een goed idee. Zou ik zeker doen. Hoi. Wees makkelijk. Dankjewel. Zeg je? Goedemiddag. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed, hebben jullie? We zijn weer bezig. We hebben alweer geweest. Lekker. Kijk, zeker. Ja. Leuk. En dan probeer ik hem. Ik heb een zwangere kleindochter. Oké. En dat leek me wel een leuk idee. Een beeldje vast met een kindje. Moeder met een kind. Dat is mijn man. Kijk, hier heb ik een foto. Mooi. Tekeningetje. Dat is ook gaaf. Ja. Ik heb hem geschilderd. Goed gelukt, hè? Ik heb hem geschilderd. Hier op het centrum of gewoon thuis? Ja, ook wel eens hier. Ja. Die bril die heb je leuk gedaan. Ja. Echt wel. Ja, eigenlijk lukt dat niet, maar had hij dus eigenlijk... Ja, nee, maar die kan. Die kan heel goed. Ik vind het hartstikke leuk. Die snor, heb je die goed aangestreken? Hé, hey, weet je wat leuk is om te laten zien? Kijk. Kijk dit ook hierin. Hoe dat gaat. Ja. Kun je zien hoe het gaat? Kijk, daar komen de krullen. Ja, daar komen de krullen. Ja, kijk, die gaan dan hier tegenaan. Ja, je hebt heel wat nodig, hè? Ja, ze zitten er nog bezig, omdat het een beetje lukt. En dan zit het ding weer verstopt. Oh, ja. Dus Marian, je voelt je hier in je element. Helemaal. Dan zal ik jou niet langer storen. Oké. Veel plezier vanmiddag. Ja, gaat lukken. Dankjewel.